Een goede avond, dames en heren, en welkom bij het 9e internationale volleybaltoernooi in Sint-Niklaas. De Witte Molen, dat zegt u misschien meer. Een toernooi dat, net als de vorige jaren trouwens, weer enorm veel kwaliteit in huis heeft gehaald, internationaal. Ik zei het al, terwijl u kijkt naar Geert de Jonge, speler van Roeselare, en hier naar Edwin van Akker, die serveert voor Roeselare in de derde set van de wedstrijd om de vijfde en de zesde plaats. Dat is de laagste troostingswedstrijd, met andere woorden, want er nemen maar zes ploegen deel aan dit toernooi. En in die troostingswedstrijd voor de vijfde of de zesde plaats is dit de stand. 2-0 voor Meurs setstand en 9-3 in de derde set voor Roeselare. Roeselare dat die twee sets op het nippertje heeft verloren met 17-15 en met 15-13. In de eerste set hebben ze zelfs een setpunt gehad, Roeselare bedoel ik. Dat was Juri Grozer. Daar heeft u hem in beeld. De man die 2 jaar geleden nog bij Torhout speelde. En nu dus in West-Duitsland bij Meurs. En met dat team onder meer in Europees verband Zonhoven elimineerde. In de confederale beker. Daar was hij weer. Ja, en het is net als bij Torhout. Hij draagt dit team werkelijk. 3-10, dat is de stand. En dit is de Chinees Liu. Chang Cheng is de voornaam. En ook de naam van zijn restaurant. Van den Akker afgeblokt. Van Akker liever afgeblokt door Juri Grozer. 4-10. 4-10 is het ondertussen al. Blaha. De Tsjechoslovaak terug uit blessure. Liep een schouderblessure op. Kijk, hier ziet u hem aan het werk met een heel klein cameraatje. Brengen we dit in beeld? Hier ziet u dat cameraatje trouwens. Dat op een van de twee netpalen gemonteerd staat. En dat cameraatje zorgt voor leuke herhalingen. U had er net een in beeld. Dit is de Braziliaan van Roeselare. Luis Augusto Menezes. Roeselare dat in dit toernooi wel een beetje revanche nam voor de Europese uitschakeling. Het versloeg namelijk Fréjus, tegen wie het bij de landskampioenen, Europaweker landskampioenen, eerder dit jaar verloor. En hier op dit toernooi won het tegen Fréjus met 2-1. 15-7, 8-15 en 17-15. Maar dan ging Roeselare wel onderuit tegen CSKA Moskou, dat duidelijk te sterk is. 19 puntjes haalden ze over de 3 sets. En gisteren in de herkansing, eergisteren moet ik zeggen, verloor Roeselare ook nog tegen het Braziliaanse São Paulo met 2-0, 6-15 en 14-16. En daardoor speelt Roeselare dus deze laagste troostingspartij. Maar dat heeft minder belang. Het is redelijk normaal dat Roeselare in dit internationale gezelschap moeilijkheden ondervindt. Ze zijn trouwens nog maar net terug van een 10-daagse rondreis in Japan, waar ze ook hebben gevolleybald uiteraard. De stand is ondertussen 6-10. De stand is 11-11 in de derde set tussen Meurs en Roeselare. De eerste twee sets zijn gewonnen door de West-Duitsers. Wedstrijd om de vijfde en zesde plaats. Juri Grozer was dat. En krijgt applaus. Ja, hij is ontzettend populair nog altijd. Daar is hij weer, via het blok uit. Ontzettend populair nog altijd in België. De vroegere speler van Torhout. Ja, mooi vlak bij ons cameraatje. En hier als kauwgomautomaat Juri Grozer. De Haan de Kok. De Kok die een geweldig toernooi heeft gespeeld in Japan met Roeselare vorige week. En Blaha er weer in de ploeg bij Roeselare.
Grozer van achter de 3 meterlijn plaatsballetje. En dan de Kok die er maar half aan kon. Philippe de Kok, 22. Liu. De Kok, De Haan, Hoek van Akker. Aangeraakt. En dus gaat de service opnieuw naar Roeselare. Grozer. Is nog niet aan te denken om daar iets tegen te doen. Kijk eens. Hoe hoog. Hoe hoog over dat blok bedoel ik. Dat was Blaha. 2 meter en 2. De Tsjechoslowaak. Is nog altijd 11-11. Maar de voorsprong die Roeselare had, is helemaal teniet gedaan. Dat was in de vorige set trouwens ook zo, maar dan omgekeerd. Toen liep Meurs heel de tijd uit en kwam Roeselare terug. Maar we gaan voor de derde opeenvolgende keer in deze partij naar een redelijk evenwichtig einde van de set. Grozer. Dat is om er ontmoedigd van te worden natuurlijk. Geert de Jonge was nu ter plaatse in de lage verdediging, maar nu raakte die bal nog net het blok. Grozer die met het nummer 9 hier in beeld wel heel veel gebruikt wordt, als ik het zo mag zeggen, bij Meurs. Een beetje roofbouw op hem. Ja, ja. Het ziet er goed uit voor Roeselare. In deze set althans. Stand is 12-11. Uit. Te zeer gekruist. Die bal van Frank Busch. 13-11 betekent dat voor Roeselare. Gaan ze toch hun set binnenhalen? Het ziet er naar uit. Setpunt voor Roeselare. Nog eens kijken. Het blok van Geert de Jonge. Grozer weer, setpunt weg. 11-14. 11-14 voor Roeselare, dat de eerste twee sets dus heeft verloren. Juri Grozer. Net geraakt. Het zal maar heel op het nippertje geweest zijn. Maar iedereen had het wel gezien. Het werd hier gewoon gescandeerd. Opnieuw setpunt dus. Tweede setpunt voor Roeselare. Derde in deze wedstrijd al en hij is binnen. Roeselare heeft een set met 15-11. En dat betekent dat we een vierde set krijgen in deze partij. Meurs heeft de eerste twee gewonnen. 17-15 en 15-13. En Roeselare heeft de derde binnen gehaald met 11-15. Het staat 11-2 in de vierde set tussen Roeselare en Meurs. En 11-2 voor Meurs. Dat betekent dat de West-Duitsers dicht bij de vijfde plaats komen in dit toernooi. 12-2 nog 3 punten. De Tsjechoslowaak Blaha. Die er even uitgaat. Kijk, dat is de situatie. Meurs op 3 punten dus van de vijfde plaats in dit toernooi. En het ziet er nu toch wel naar uit dat Roeselare laatste wordt. Maar een echte schande is dat niet. Gezien de zeer stevige bezetting van dit toernooi. En dan druk ik mij eigenlijk nog zacht uit. Absoluut topvolleybal wat hier trouwens elk jaar wordt geboden. Danny Sanne, 2-12. U had het begrepen, servicewissel. Philippe de Kok was dat. Grozer door het middenplaatsballetje. Ja, en dan een soort misverstand, want dat was toch wel speelbaar. Is goed kijken. Misverstand, De Haan, De Kok, kijk. Ze kunnen eraan allebei. Geen van beiden doet het. Betekent 13-2 voor Meurs.
afgeblokt. Van Akker nog eens proberen. Te ver, maar aangeraakt. En daar opgevangen bij de West-Duitsers. Zijn die ronde het zo af. Met Norbert Schuprit. En matchpunt voor de ploeg van deze man. De ploeg van Juri Grozer. Meurs. Geserveerd door Zielinski, de Pool. Netfout van de West-Duitsers. En dat betekent setpunt weg, matchpunt weg. Wissel opnieuw bij Roeselare. Dubbele wissel zelfs. Van Akker en De Haan eraf. Voor Walter Engelen en Miralem Dedovic. Die serveert Dedovic op de plaats van Van Akker. Goeie wissel. 3-14, niet dat het nog veel zal uithalen. Grozer, ja. Als u het gezien heeft, mag u het vertellen. Zo snel. Bal wordt naar de vloer gezogen. Opnieuw matchpunt voor Meurs. Engelen aangeraakt en uit betekent servicewissel 3-14. En opnieuw matchpunt weg voor Meurs. De Jonge. Volgende matchpunt voor de West-Duitsers en het is Norbert Schuprit die het serveert. Afgeblokt en dat betekent dat Roeselare zesde wordt op het internationale toernooi van de Witte Molen en Meurs vijfde. We kijken naar de herhaling van het laatste punt van deze troostingswedstrijd. Goed blok van de West-Duitsers, van Grozer geloof ik ook nog. Van 3-1, 17-15, 15-13, 11-15 en 15-3.